Ja, dat is ook aan de hoge kant. Kijk, migraine heeft te maken met het verwijderen van bloedvaten. Dat is wat de pijn veroorzaakt, maar wij moeten eerlijk toegeven dat er nog altijd in het duister wordt getast over de precieze oorzaken van die pijn. U mag terug gaan zitten. Daar ben ik vet mee. Kijk, ik veronderstel dat u wel al wat dingen geprobeerd heeft tegen de pijn. Och, ik heb van alles geprobeerd. Koude compressen, koude douches, geen koffie drinken, geen kaas eten, niks abt. U bent misselijk ook? Ja. Het is zeker normaal dat u wat prikkelbaar bent. Ik ben niet prikkelbaar, hè. Oh, sorry, ik ben misschien wel een beetje prikkelbaar, maar je zou mijn kop eens moeten voelen. Oh, ik kan niet meer werken. Heeft u een regelmatig eet- en slaappatroon? Ik ben vertegenwoordiger. Ik zit heel de dag in de auto. Ik eet in de auto, ik slaap als ik kan. Het is misschien zeker wel verstandig om eens te kijken of daar dingen in kunnen worden aangepast. Ik ga toch moeilijk mijn job opgeven? Nee, maar het zou misschien toch niet slecht zijn om dat gedrag wat aan te passen. Een regelmatiger levenspatroon zal zeker helpen om de migraineaanvallen tegen te gaan. U kan misschien ook een migraine-dagboek aanleggen. Dan kan u noteren wat uw aanvallen triggert. Ik heb dat allemaal geprobeerd. Ik denk niet dat Hello Kitty mij veel gaat kunnen vertellen. Hè? Goed. Ik ga u sowieso iets voorschrijven tegen misselijkheid. En ik ga u ook een bloeddrukverlager meegeven. Mm. Maar tegen de pijn kan ik aan zich weinig doen. Het is goed dat u de zonnebril aan hebt tegen het licht. Maar misschien is het verstandig om vandaag ook, als u kan, te rusten. En een verduisterde kamer te... Ik moet voortdoen. Er moet een andere manier zijn. Er moet iets gebeuren.